bij ons in de straat. Elke week een andere straat. En elke week komen toch die restaurants terug. Want in elke straat in Den Bosch zit wel een restaurant. We zijn hier voor niks een soort van Bourgondische hoofdstad. Deze week ga ik naar een restaurant. Terug in de Verbestraat nog één keer. Want dit restaurant heeft een Michelinster. En waar staat die ster nou voor? Dat staat voor top eten, top kwaliteit, top gastvrijheid. Eigenlijk allemaal top. Dus ik ga wel eens een kijkje nemen achter die deuren van een Michelinster. En dan heb ik het natuurlijk over restaurant Sens. Nummer 58. Ga maar mee een kijkje nemen. Ik heb eigenlijk honger. Dan zitten we in restaurant Sens. Dennis, eigenaar. Welkom. Het enige restaurant met een Michelinster. Ja, klopt. Klopt. Sinds 2011 hebben wij de sterren mogen ontvangen. En geheel onverwachts gekomen. En dolgelukkig tot op de dag van vandaag. Dus, voor de mensen die weten wat zo'n ster nou inhoudt, waar het precies in? De eerste ster geldt voor een hele goede keuken. Waarbij mensen zeg maar, die in de buurt zijn, rustig gebruik van kunnen maken. Dat ze in ieder geval niet teleurgesteld worden in hetgeen wat wij serveren. Dus dat eigenlijk voor een bepaalde kwaliteit? Ja. Een soort keurmerk? Ja, zo kun je het wel noemen, ja. Ja. Maar die ster krijg je niet zomaar? Nee. moet je redelijk wat voor doen. Of in zoverre, ik vind het vooral belangrijk dat wij doen wat we leuk vinden om te doen. En dat we goed luisteren naar onze gasten. Maar uiteindelijk is die ster er gekomen doordat wij goed hebben geluisterd naar onze gasten. En zorgen dat we een bepaalde kwaliteitsnorm neerzetten. En wat voldoende is voor Michelin. Een passie voor koken? Absoluut. Ja. Ja, maar wat voor gerechten kunnen mensen hier allemaal krijgen? Bij ons draait het eigenlijk zeg maar, om een soort tasting menu. Dus wij serveren kleinere gerechten. Dus onze à la carte kaart is ook niet opgebouwd uit voorgerecht en hoofdgerecht. Want het is allemaal hetzelfde formaat. En daarna serveren zeg maar, onze chef's challenge. En dat is zeg maar, het verrassingsmenu. Het zijn allemaal kleinere gerechten waarbij wij gewoon gebruik maken van het seizoen. Diverse invloeden van over heel de wereld. Dus het is eigenlijk een diversiteit aan producten. Wat ik heel erg leuk vind is diverse bereidingen van producten. Dus als ik een stukje vlees heb, heb ik eigenlijk altijd een stukje vlees om wat we mooi kunnen braden. Een stukje stoofvlees, dat soort dingetjes. Dus dan zit je al gauw een gangetje of 6, 8. Gezellig. Ja, het zijn allemaal kleine gerechtjes. Ja. Ik denk dat de drempel niet heel hoog is hier, ondanks dat je toch een ster hebt. Hè? Ja. Dan denken mensen toch al gauw, dat is gewoon peperduur. Ja. Maar dat is het niet, hè? Nee, naar mijn inziens zeker niet. Ik denk sterker nog dat wij een van de goedkoopste sterrenrestaurants zijn van Nederland. Ik vind het wel gewoon belangrijk dat we gewoon een mooi product neerzetten tegen een hele schappelijke betaalbare prijs. En dat lukt. Dat lukt gewoon heel erg goed, ja. Een kleine indicatie? Voor 4 gangen is men €46,50 kwijt. En dan krijgt men mooie 4 gangen geserveerd. En het zijn ook niet voor hele kleine gerechtjes, maar wel de moeite waard om lekker te proeven. Wat is nou echt jouw meeste werk als het om eten gaat? Mijn meeste werk? Als je echt iemand echt wil verrassen, wat is dan jouw meeste werk? Ik vind vis ontzettend lekker om te eten en om klaar te maken. En ik ben dol op langoustines. Dus, en dat kan van alles zijn. Dat kan tataar zijn, dat kan gebakken zijn, dat kan gedroogd zijn, dat kan van alles mee. En dat is meestal wel eigenlijk wat ik dan ook doe als ik zo'n gerechtje klaarmaak. Dan probeer ik alles te combineren wat maar te combineren valt. Wat is de capaciteit? Hoeveel gasten kan je kwijt? Max 38. Maar dan praten we over langere tafels. In een reguliere opstelling zit ik ongeveer rond de 34. 34? 34 zitplaats, ja. Reserveren is nodig? Men kan het proberen. Ja. Maar vrijdag en zaterdagen moeten we toch wel al denken aan 3-4 weken van tevoren. Door de week is daartegen een stuk makkelijker. Maar reserveren is wel gewenst. Ja. Heel veel mensen van buiten Den Bosch die speciaal voor die ster komen of waren al vaste klanten? We hebben heel veel vaste gasten.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel door wij die ster krijgen of hebben gekregen, hebben mensen die wij zijn heel makkelijk vindbaar daardoor. Ja. En kunnen mensen ook automatisch de keuze leggen als ze van buiten komen en ze maken een combinatiebezoek of iets dergelijks. Dan springen wij eruit en dan zal het ongetwijfeld ook gebeuren. Ja. En maak je ook uitzonderingen als er hele belangrijke gasten komen? Iedereen bij ons is belangrijk. Iedereen. Elke gast is elke gast, ja. Ja, ja. Alles vers gemaakt, uit eigen keuken? Alles uit eigen keuken, ja. Ja. Het enige wat wij niet zelf maken, en dat is ons brood. Brood komt van deze mezo, van Edwin Klaassen. Fantastische bakker. Alleen brood is gewoon een heel lastig product. En door in de zomer is het te koud, of te warm, en in de winter is het te koud. En dan heb je gewoon altijd, tenminste loop je het risico dat je geen constant product hebt. Ja. Wat zat hiervoor? Hiervoor zat de Paliter. Ja. En die heeft ongeveer 4 jaar ingezeten. Een beetje een grillrestaurant idee. En Taormina heeft daarvoor ingezeten. Bij de velen ook wel bekend. Als de beste pizzeria van Den Bosch. Die heeft er ruim 12 jaar ingezeten. Dus ik ben, ja goed, we hebben nog een tijdje te gaan. Na 5,5 jaar. Ja. Ja. En tegenover het Noord-Brabants Museum, wat pas weer open is. Bijna de mooiste locatie van Den Bosch, zou ik zeggen. Ja, in absoluut. Een van de... Nou, toch wel chicste winkelstraat, dat kan ja, ik zeggen. Ja, we hebben natuurlijk veel exclusieve zaakjes. Ja. Ook veel ambacht in de straat zitten. En ik denk dat dat zeg maar wel uniek maakt voor Den Bosch. En omstreken zelfs wel. Ja. Zeker voor mensen die toch houden van het exclusieve. Ja. Maar ook voor de normale Bosschenaar om een keer... Absoluut. Je te absoluut. Laten verrassen, denk ik. Ja, zeker wel. Ja, ik denk dat de Verfstraat gewoon een hele mooie straat is waarbij iedereen wel eens trekken kan komen. Ja. Ja. Dus eigenlijk alle rangen en standen kunnen wel een keer hier terecht. Als je van lekker eten houdt, hou je van mooie spullen, dan kom naar de Verfstraat. Dat is hier goed. Nog een website? Ja, zeker wel. www.sensrestaurant.nl Oké, ik wil jou bedanken. Dank je wel.